Chick. Op baan 1 voor de Duitse Zwemfederatie, Julia Keurig. Op baan 7 aus Österreich, ASV Linz, Lena Kreundel. Op 8 voor de Neckars-Ulmer Sportunion uit Duitsland, Marlene Hütter. Op baan 6, Schwimmteam Sachsen, ook uit Duitsland, Juliane Reinhold. Op baan 3 van het NTC Eindhoven en VZC, meervoudig wisselslagkampioene Marjolein Delmo. Op baan 5 voor Slovenië, Tara Bok. En op baan 4, Schwimmteam Sachsen, Marie Petruschka. Tweede keer 200 meter wisselslag. De eerste voorsprong is er voor de dame Marta 7, dat is Lena Kreundel. De Oostenrijkse dame, ASV Linz, die hier op de vlinderslag net niet als eerste aantikte. Dat was Marie Petruschka in baan nummer 4, zwemteam Sachsen, 28-80. Petruschka in de Duitse kampioenschappen de 9e tijd gezwommen op die 200 meter wisselslag. Toen zwom ze nog een 2.19, dus die 2.15 van vanmorgen is voor haar een hele snelle tijd. Zorgrecord. En daarmee ging ze Juliane Reinhold in baan nummer 6. Zij zwom wel de finale bij de Duitse kampioenschappen. We staan de bronzen medaille in 2017 te bemachtigen. Kijken we naar de tijden. En dan zien we daar Petruschka 1.03.77, Marjolein 1.03.90. Dan kijken we natuurlijk ook naar die tijd van Marjolein Delmo. 1.04.59, dat is bijna een seconde sneller dan vanmorgen. En die seconde, die tijd, die heeft Delmo zeker nodig. Als ze op kartel gaan naar dat EK-limiet, dat staat op 2.14.70. Een seconde sneller dan haar persoonlijk record. Een halve seconde sneller dan haar persoonlijk record. Dat staat op 2.15.05. Dat ze vorig jaar op het WK Budapest heeft gezwommen. Laatste 50 meter, laatste keerpunt voor de dames. Petruschka in 1.43.35. Delmo in 1.43.53. En Reinhold in 1.53.87. Dan zit ze in deze ronde onder de tijd van vanmorgen. En dan gaat het spannend worden. Ze moet nog wat van die tijd afschroeven op de 50 meter vrije slag. Van Marjolein Delmo. Voor een ticket voor de Europese kampioenschappen. Hier in de leiding nog steeds Petruschka. En zo gaan we naar de muur. Het is Petruschka die de voorsprong heeft. De klok tikt weg. We kijken naar die tijden. Petruschka tikt aan in 2.14.58. En Marjolein Delmo in 2.15.27. De tijd van Tara Vofk, 2.17.00. Opnieuw een mooi persoonlijk record voor de dame in baan nummer 4, Marie Petruschka. En zij dus hier de winnares van het zwemcup. Want het is officieel, dames en heren, 200 meter in wisselslag, dames, de winnares. Een applaus voor Marie Petruschka. Toch weer een uitstekende prestatie van Marjolein Delmo, die hier behoorlijk in vorm is bij deze zwemcup, vlakbij haar persoonlijke record vorig jaar in Budapest. Dat kleine stapje naar de limiet. Ja, het lukt niet altijd, maar ze gaat wel waarschijnlijk naar Glasgow, dat weet ik wel zeker. Want ze is de vierde in de opstelling voor de 4x100 meter vrije slag. Mooi, die tijd heeft ze binnen. En hier zien we de winnares het bad uitkomen. En dan gaat ze naar de zwembad. Voor de envelop die zij daar krijgt. En dan krijgt ze van Swimma de hand, de envelop. En natuurlijk uw applaus, Marie Petruschka. Nieuw clipper voor ZTC Amersfoort, Simon Klaassen.
En dan gaan we verder met het volgende programma onderdeel. En dat is de finale van de heren 100 meter vlinderslag Paralympisch. 100 meter butterfly. Men.